Ha, verhalen vertellers. Je bent in beeld, je moet een beetje zo. Oh. En kut. Ha, verhalen vertellers. Ik ben er weer. En met de rubriek Hoe is het nu met? En daarvoor sta ik naast een heel bijzonder persoon, namelijk... Nu moet je in beeld springen. Aline! Aline Ploeg. En die kennen jullie als de spreekster van... Mei 2015 stond ze op het podium van Deel je verhaal met haar verhaal over hoe ze in psychotherapie is gegaan en daar aanvankelijk veel weerstand tegen had, hè? Ja. Kun je daar eens over vertellen? Ja, het was eigenlijk niet zozeer misschien mijn eigen weerstand als wel de weerstand die je een beetje wordt aangepraat door de buitenwereld. Mm-hmm. Dus daarom dacht ik van, als je in therapie gaat, dan... Dan ben je koekoek, ja. Dus daarvan had ik zoiets van, dat ben ik helemaal niet. Dus ik ga niet in therapie, want dan val ik daar ook in de gekke mensen. Ja, in de gekke mensen. En uiteindelijk heb je dat toch gedaan. Ik word er blijkbaar toch bij. Toch een beetje gek, maar we zijn allemaal een beetje gek. Hoe is het nu met je? Ja, goed. Ja, het ging toen al goed. Ik had mijn therapie toen gedaan al. Dat was het toen niet klaar. En ergens denk ik heel vaak, iedereen zou een bepaalde vorm van therapie nodig hebben. Als ik om me heen kijk, dan denk ik, er zijn heel veel mensen in therapie, maar voor iedereen zou het goed zijn. En het heeft mij, ik profiteer nog steeds van. Ja, je straalt ook helemaal. Ik vind je echt fantastisch uitzien. Jij ook. Wow. Maar wij kennen elkaar stiekem natuurlijk al, want we doen samen de leesclub. Is reclame. Mag niet. We vinden elkaar al sowieso al heel erg leuk. Maar ik zie ook wel echt verandering aan jou van toen ik je net leerde kennen en nu. Je bent veel mondiger geworden, heb ik idee. Ja, ik ben echt veranderd. Ja, wat ik vooral constateer, ik hoor de laatste tijd veel over bang zijn, of daar lees ik ook veel over, ik weet ook niet wat het nu is, maar dat ik het vaak tegenkom. Ja. Ik ben veel minder bang en daar ben ik zo blij mee. Ja, ja je hebt wel eens gedacht dat je bang was om bijvoorbeeld de trein te nemen en alleen iets te gaan doen. Ja, of inderdaad een stuk in de auto te rijden voor honden. Ja, ik ben, dat is nog steeds, ik word er steeds mee geconfronteerd en ik denk, oh ja, ben ik bang meer. Ja. Bang, maar... Op een andere manier bang en veel minder bang. En daar ben ik zo blij mee. Ja. En daardoor denk ik ook dat ik wel... Ja, ik ben gewoon echt veranderd. En hoe lang heb jij psychotherapie gehad? 2,5 jaar. En dat waar? Dat is best lang. In Maastricht bij een praktijk. Ik woonde toen ik in Maastricht toen het ermee begon. En dat was gewoon heel erg prettig. Ja, dat ging op en af. De ene keer dacht ik, heb helemaal niks aan jou. En de andere keer dacht ik, wat te gek. Maar uiteindelijk vond ik het wel heel prettig, ook toen ik naar Heerlen verhuisde, om bij die therapeut te blijven. Die kende mij toen al zo lang. Ja. Dus, ja. En heb je nu nog therapie? Nee. Nee. Het zou wel tijd worden. En je bent weer alles aan het verliezen. Nee, maar ik heb wel eens van die momentjes. En dat is niet dat ik daar... Zo, maar toen had ik heel aan bijvoorbeeld post niet openmaken. Gewoon van die kleine dingen die ik normaal deed, zeg maar. Ja. Nu denk ik wel eens van, ik moet wel goed mezelf op de rit houden. En soms ben ik wel eens een beetje bang omdat ik een klein beetje ga verliezen. Ja. Maar dan het voordeel is dat ik dat dan niet meteen merk. En dat ik dat dus meteen aan kan handelen. Maar het moet wel even goed in beeld blijven. Maar jouw boodschap is eigenlijk... Psychotherapie is helemaal niet raar. Zeker niet. Niet raar. En ik denk juist dat het heel veel mensen goed zou doen als ik zie hoe ik mezelf een positieve zin vind veranderen. Mm-hmm. Zou ik het gewoon iedereen aanraden. Mm-hmm. Dus ik heb een super lange arm. Zal ik hem even vasthouden? Ja, hou jij hem even vast. En waar ben je nu allemaal mee bezig? Veel te veel? Nee, ja, vooral met grafisch ontwerpen. Mm-hmm. Ja, mijn vak. En daarnaast heel erg met... daarnaast met, weet je wel, met plantaardige voeding. Dus komende week een kookworkshop plantaardig eten. Ik ga voor de Lions Club koken, voor de mannen van de Lions Club. Verder? Ja. Ga even zitten en dan doe je alsof je een type bent. Maar hij is alleen. Oh, zo, want ik wou net zeggen dat mijn computer zijn. Een heel serieus kijken. Dus eigenlijk de combinatie, dat doe ik nu veel meer. De combinatie tussen bezig zijn met voeding, met veganisme en grafisch ontwerpen. Dus dat is wat ik vooral doe. Ja. En op de bank zitten. En op de bank zitten. Gossip Girl kijken. Oh, lekker. Ja. Nou, goed. Dan gaan wij lekker een Gossip Girl kijken. En dan kunnen jullie ondertussen het filmpje zien van Aline. Van toen ze op het podium staan. Dat staat hierboven in de link. En je post openmaken als je die nog niet had opengemaakt deze week. Doei. Doei.